hier in godsnaam terecht? He, hoe kom je als klein meisje uit Limburg eigenlijk terecht in die posities? Periode die erin voorkomt. En ja, waar je dus plotseling terecht komt, dat ik me herinner dat ik ergens bij monsieur Mitterrand thuis zat met zijn vrouw aan de tafel. Met de president van Haiti zat ik hier, dacht ik, god, ik ben de enigste blanke hier aan deze kant van de tafel. En ook de enige vrouw, hoe kom ik hier in godsnaam terecht? He, hoe kom je als klein meisje uit Limburg eigenlijk terecht in die posities? Eigenlijk door films te maken ben je plotseling tot iemand zijn mediawoordvoerder geworden. In dit geval een president van een klein land waar een militaire coup gebeurde. En dus nogmaals die verandering die daardoor steeds aangescherpt wordt. Bij het onderwerp van dit boek. En onderwerp is een rare uitdrukking hiervoor. Babette is gewoon in dit boek. En dat kun je niet goed catalogiseren, want ze is ook de maker en initiator van het boek. De kunstwerken zijn van haar, de meeste foto's zijn van haar. Het leven wat hier in dat boek als het ware geleefd wordt, is haar leven. En inclusief de hele, het magnetisme, als het ware, wat tot stand komt als iemand volop leeft en als het ware aantrekt wat in dit levensverhaal en in deze kunst erbij hoort. Uiteraard is het ook typisch voor film. Een film maak je niet alleen. Daar trek je ook een heleboel krachten en ook verschillende facetten. Beeld, maar ook taal, gedachten, geluid, muziek, van alles binnen. Dus het is, ik wil het even laten zien, het is een kaleidoscoop. Over het thema kunst, is leven is kunst. Van boys tot boeddhisme, van boys to boeddhism. Maar het gaat helemaal over Babette, maar het is meer dan dit. Het is waarom ik het ook een plezier vond om daaraan mee te werken, dus niet alleen als vriendin van haar en iemand die haar werk zeer waardeert, maar vanuit het inzicht dat je iets heel duidelijk kunt maken, niet door het te beweren, maar door een voorbeeld ervan aan te wijzen. En dat de diepe samenhang die in sommige levens in ieder geval aanwezig is, en zeker niet alleen in haar leven, maar de diepe samenhang tussen kunst en leven en kunst, die is hier als het ware uitgebeeld. Ik beweer dus dat het ook voor iemand interessant zou kunnen zijn die Babette helemaal niet kent. Maar in deze zee van beelden, van werelden, van kunstvormen kan duiken en er een beetje duizelig van zal worden.
En dat is juist de bedoeling. Om nu weer wat soberder te worden, want de gedachten komen pas straks, wil ik graag Babette en de mede-auteurs, voor zover zij er zijn, een paar vragen stellen. Studenten, en er waren er veel, en er zijn er aantallen onder die heel, heel beroemd zijn, zoals jullie weten. Studenten van hem. Maar als je kijkt, dan zijn ze allemaal totaal verschillend in de aanpak van hun werk. En waar, wat voor mij dus belangrijk was, was eigenlijk de warmtesculptuur. Hij noemde dat de warmtesculptuur, waarin dat later zich dan nog verder ontwikkelde in de sociale sculptuur. En die warmtesculptuur die is eigenlijk iets wat mij altijd bijgebleven is, omdat het eigenlijk gaat over het werken in zwiegenmenselijke beziehingen. Dat is altijd moeilijk in het Nederlands te vertalen, maar het komt gewoon op neer op relaties tussen mensen onderling. En vooral hoe wij allemaal gezamenlijk elkaar steunen in een creatievere maatschappij, het oprichten en het maken van een creatievere maatschappij. En voor degene onder jullie die straks het boek kopen, zult u ook lezen dat wat voor mij daarbij belangrijk is, is dat hij steeds zei, denken is ook vorm, is ook kunst. En later in het boeddhisme kwam ik dan heel erg tegen dat begrip van leegte is vorm en vorm is leegte. En op zich is dat gewoon echt waar Beuys voor mij over ging, is dat het niet altijd in beelden meteen vertaald moet worden. En degenen onder jullie die mij kennen zullen dat ook begrijpen, dat eigenlijk wat er in mijn werk vooral van belang was, is eigenlijk het stimuleren van het procesmatige in de kunst en ook van daarmee hoop ik van projecten van andere mensen. Wat er bijvoorbeeld helemaal niet aan het boek in de orde komt, is mijn 28-jarige lange leraarschap, docentschap. Dus dat heb ik heel veel van gehouden, omdat ik hou van het doorgeven van in dit geval kunst, maar ook vooral stimuleren dat wij allen met z'n allen verantwoordelijk zijn voor het creatiever maken van onze leefomgeving. En in mijn geval was dat heel vaak onzichtbare kunst. Dus wat je zou kunnen noemen, het heeft niet altijd gemanifesteerd in beelden. Wat er wel aan beelden gemanifesteerd heeft, is, kunt u hier een deel van zien in het boek zelf. En dus ik hoop dat u daar ook kennis van neemt, want ja, mijn vraag was dan, wat heeft eigenlijk Beuys met het boeddhisme te maken? Dat zijn jouw twee vectoren in jouw werk. En wat, vooral, wat heeft dat dan weer voor jouw films, zover ik die ken? En, ik ken en ik was daarvoor met mijn man in China geweest en we hadden de verboden stad bezocht en overal tekenen gezien van wolken, dampf, water. Dus dat proces en ja, zoveel ik ook later gelezen heb over het boeddhisme, was dat eigenlijk zeg maar de quintessentie van het leven is een proces, bij Beuys was het dan weer fluxus. Het is een proces, dus dat was een soort overeenkomst, dat kon ik dus samenbrengen. En daarmee had ik zeg maar een eerste aanleiding om in jouw werk te stappen. En want film is ook een proces, et cetera. En, ja,
in het boeddhisme speelt, geloof ik, de leraar altijd een grote rol. Hè? Guru of niet, maar het is... Oké, we spreken harder. Ja. Oh, sorry. Ja, ik zei dus in het boeddhisme speelt, geloof ik... kan je mij nu verstaan? Kunt u mij nu verstaan? Ja. In het boeddhisme... Er staat viele Herrschaften, die hören das nicht gut, wenn sie nicht laut gesprochen ist oder nicht Mikrofon. Dann können Sie mich eigentlich gar nicht verstehen, denn ich spreche Niederländisch. Versteht ihr das? Ja. Sonst wäre ich, also das Deutsche macht mir nicht so viel Mühe. Ich kann auch Deutsch sprechen. Ja, mach mit Deutsch. Niederland? Ik begon mijn zin ermee dat in het boeddhisme, geloof ik, de leraar een grote rol speelt. En daarom is dat ook een element dat in die films over boys, geloof ik, zeer sterk benadrukt wordt. Maar het is niet zo dat boys dan... zeg maar, klakkeloos wordt overgenomen, de filmcamera erop en boys praat en dan stop en dat is het dan. Zo zijn die films niet van Babette. Daar wordt dus soms ook daarvoor gezorgd dat hij alleen maar met zijn werk, wat dan op dat moment te zien is, en met zijn... optreden als performer, hij zag zich niet als performer, maar iemand die acties deed. Dus dat die gelijktijdig te zien zijn, of dat daar wordt ingegaan en weer uitgegaan op die tekeningen, zodat man soms een speciaal woord kan zien, wat jij ook zou selecteren als je met je ogen keek. Dat doet dan ook zeg maar de blow-up van de apparaat. Dus er wordt mee duidelijk een interpretatie aangegeven, zou je kunnen zeggen, maar gelijktijdig ook een soort huldiging is het totaal verkeerde woord, hommage misschien ook niet, maar er wordt recht gedaan, zou ik maar zeggen. Aan datgene wat diegene die achter de camera staat en die voor de camera staat doet. Dus die soort dialoog is te zien. Kunt u mij verstaan? Mm-hmm. Ja. Wat die films van Babette over Joseph Beuys betreft, dat er een deel daarvan nu net in de Hamburger Bahn of in de Nationale Galerie in Berlijn getoond wordt. En op een dag, op een herfstdag in 1977, ging de deurbel en we deden open. Nou, en daar stond een verschijning die wel heel uniek en apart was. Ook al kenden wij allerlei soorten mensen inmiddels. Nou, we lieten Babette binnen. Ze was net teruggebleken uit San Francisco. In die tijd reisde Babette heen en weer tussen San Francisco en Amsterdam. Ze werkte nog toen aan de San Francisco Art Institute als leraar, docent. Ze filmde daar allerlei punkbands. Nou, ze kwam binnen en ze droeg een lange fluwelen zwarte jas. En dat deed ze heel mooi zo van de af. En daaronder had ze een tafzijde jurk aan van bordeauxrode zijde-achtig stof. Ze keek ons aan, bleke, serieuze gezicht, hele donkere, mooie, bruine ogen. Een gekke haardos van rood en bruin door elkaar. De jas ging uit, de jurk was er met de netkousen en de kleine enkellaarsjes. En om het allemaal compleet te maken had ze een koffer in de hand. Een leren koffer met van die canvashoekjes erop, een ouderwetse koffer.
Nou, dat zette ze neer zo op de eettafel bij ons. En ze zei, ja, ik heb van jullie gehoord. En ik heb wat films meegebracht van mezelf en van andere collega-filmmakers uit San Francisco. En we moeten het maar eens gaan hebben over de samenwerking. En toen deed ze de koffer open en daar zat niets anders in dan 16 mm film blikken. Dus een berg aan films direct daar aan de tafel. Nou, de samenwerking was zo gepiept. En ze bleef eten en dat heeft ze daarna nog heel vaak gedaan. Vind ik een soort echo van het Oost-West thema, wat ergens ook in dat boek speelt. Maar daar was het een speciaal aspect, namelijk films van Oost-Europese filmmakers. Naar Polen en Hongarije en Joegoslavië, zoals het zo heette, en Tsjechoslowakije, zoals het zo heette, om die kunstenaars op te sporen en uit te nodigen en soms films te smokkelen naar Nederland. Nou, dat hebben we gedaan en dat was soms heel eng. Maar die kunstenaars die ontmoetten elkaar voor het eerst hier in Amsterdam, die waren hermetisch van elkaar afgesloten. Het zou nog 10 jaar duren voordat de val van de Berlijnse muur. En ik moet dan ook denken aan Boyce en aan Babette vooral, want dat sprak Babette ontzettend aan, hun werk. Want zij waren eigenlijk echt practitioners van de invisible social sculpture. Deze kunstenaars, die konden bijna, die waren niet vrij. Ze hadden geen vrijheid, ze konden hun creativiteit alleen verborgen uitoefenen. Zeg maar door de geschiedenis heen, want dat gaat ook terug tot de 70e jaren, dat je echt een soort tijdgeest ziet en dat het toch een moderne uitstraling heeft. En die uitstraling die heeft heel veel te maken met hoe Adrie dat opgepikt heeft. Dus wat was je diepste motivatie om dit te maken? Als iemand, een kunstenaar, in je leven treedt, zoals Boyce in mijn geval, een leraar. We kennen allemaal misschien één goede leraar in je leven die je leven gewoon veranderd heeft. Of die ervoor gezorgd heeft dat je bepaalde kanten op gaat. En wat betekent dat eigenlijk? Geen scheiding tussen kunst en leven. En dat is wat ik eigenlijk wilde laten zien. Is hoe het leven zelf verandert door de kunst die je maakt. Maar hoe de kunst ook weer verandert door dat wat op je levenspad komt. En op de een of andere manier heb ik een ontzettende behoefte om zeg maar die dingen van andere mensen die mijn leven zelf verrijkt hebben, weer door te kunnen geven aan anderen. En ook daarom, dus het is niet, Antje liet het woord vallen van guru, het heeft weinig met gurus te maken, maar meer met wat je vroeger had, de gezellen, of wat ze in het Duits Meisterschüler noemen. He, dus echt het doorgeven van kwaliteiten, creatieve elementen in dit geval, maar ook wat in het boeddhisme werkelijk betekent, wat is overdracht. En die overdracht, die, ja, daar vind ik dat we altijd mee bezig zijn. En wat zijn leraren? Leraren is vandaag, misschien zijn je kinderen. He, misschien zijn je kinderen soms je leraren. Dan weer zijn, je hebt je boeddhistische leraar, dan heb je kunstleraren, dan heb je gewoon de medemens. Die je ergens weer erop brengt wat het leven eigenlijk. Hoe kunnen wij ons, zeg maar, toch verheffen op een andere manier van naar het leven kijken? En ik vond dat Boyce was daar zo'n geweldige impuls door te zeggen, de kunst is eigenlijk van nodig dat wij als, het is geen therapeutische handelingen bij hem geweest, maar hij was op de bepaalde manier een sjamaan en die anderen daartoe aanzetten om anders naar het leven te kijken.
ontzettend hard aan gewerkt heb. Dus dank aan alle, dank aan alles, iedereen die gekomen is. En laten we hopen dat het boek op de een of andere manier bijdraagt aan het welzijn van alle leden. Babette, wat betekent zij voor jou? Babette is iemand die mijn zuster, oudste zuster, al heel lang kent. Kaboe, de ex-vrouw van Adveltel. En dat gang van Aads hebben zij dus gekend, volgens mij 40 jaar geleden alweer. Dus toen ik naar Amsterdam kwam, 25 jaar geleden, een kennis mee, Babette meegemaakt. Toen begon ze al, oh jij bent een broertje van Kaboel. En sindsdien zijn wij bevriend gebleven. Wat een geweldige vrouw. Ja. Ja. Ik hoop letterlijk op korte termijn. Opnieuw? Ja, want ik heb een heel leuk project in mijn hoofd en ik wil Babette ook aan boord hebben om het project uit te kunnen voeren. Kun je er iets van zeggen? Het gaat over een kunstenaars, nieuwe kunstenaarsbeweging. Oh, ja. Dat wordt voor tijd. We hebben de rest al gezien. Het voelt alsof een nieuwe geboorte plaats moet vinden. Deze tijd 2016. Is het filmisch? Want dan. Ga ik nog zinsgieriger worden of is het? Dat kan ook filmisch zijn, maar het kan ook poëzie zijn, er kan gedichtschrijvers zijn, er zijn dichters, painters. Ja, echt een groep kunstenaars die een boodschap naar buiten willen brengen. Ja, echt wel een beetje activistisch, dat wel. Dat is heel goed. Daar zijn we, dat willen wij gewoon nu. Niemand doet dat anders. Wij moeten het allemaal zelf doen. Om later ook te kunnen verantwoorden naar onze kinderen dat we niet stil hebben gezeten. Wat doet Boeddha met ons in dit verband? Helpt hij ons al? Die helpt ons. Dat is wel een leidraad erin. Activisme en boeddhisme, het moet nu samen kunnen gaan. Ja, dus activisme in het kunstwerk uitbrengen. Niet door op de barricade te gaan staan, maar je verhaal te kunnen vertellen op een boeddhistische manier, maar dan westers georiënteerd. Dat is een goeie. Wat betekent Boyce voor jou? Boyce is iemand die ik inderdaad niet zo goed ken. Het is meer de relatie van Babette en ik heb hem al een paar keer voordrachten gehad, lezingen gehad van Babette erbij. Ik ben geweest de afgelopen jaren.
maar toch wel geïnspireerd en vind het wel mooi. Hoe zij dat combineert, Duitse en boeddhisme en hoe zij dat tussen zit en hoe zij boys ook heel erg hoog hebt zitten. En ik ben natuurlijk vaker geweest met lezingen met haar en het is altijd fantastisch over boys en ook mooie verhalen verteld. Wat ze toen deden en dat soort dingen en dat komt er allemaal nu langzamerhand naar buiten. Dat vind ik heel imponerend. Ik vind het wel leuk, daarom ben ik ook gekomen. Persoonlijke uitnodiging van Babette.